grootste wijk van Zwolle. Wie weet dat we ooit in Zwolle-Zuid nog een station krijgen. Maar ja, dat is toekomstdromen. Maar op dit moment zijn we heel erg blij met het feit dat hier een station komt. Dat heeft twee voordelen. Eén is dat inderdaad de verbinding vanuit Stadshagen met Kampen en met het Centraal Station. Want we kunnen straks gaan spreken van Centraal Station Zwolle. Dat is een ander voordeel. Maar dat is één element. Maar het andere element is ook de ontsluiting van de wijk die verder verbetert. Want er wordt ook onder doorgang gemaakt. En dat betekent ook dat daarmee de wijk steeds meer ook voltooid raakt als het gaat om de verkeersinfrastructuur. Dus het zijn twee hele belangrijke redenen om erg blij te zijn met dit station. En ik wil toch nog niet onvermeld laten dat we in dit project ook nog meenemen de brug over de Blauweweg. Die ook een klein stukje wordt opgehoogd. En wie de krant heeft gelezen, het nieuws heeft gevolgd de afgelopen jaren, weet ook dat er toch met een bepaalde regelmaat vrachtwagens niet helemaal doorhebben dat ze iets hoger zijn dan de toegestaande hoogte daar. En we hopen ook dat in de toekomst dat soort van ongevallen, of in ieder geval dat soort van schade aan vrachtwagens, niet meer zal gaan plaatsvinden. Dus dat is ook een element dat we hierin graag meenemen. Belangrijk voor de stad, belangrijk voor de stad Zwolle, maar zeker ook belangrijk voor de stad Kampen. Wat betekenen de werkzaamheden voor de gemeente Kampen, wethouder Veldhoen? Ja, die betekenen heel veel en ik wil ook Zwolle feliciteren dat ze nu eindelijk twee stations hebben, want Kampen heeft er al een tijdje. Kun je altijd de eerste zijn wat dat betreft. Maar die lijn ligt er al meer dan 150 jaar tussen en Transpahari heeft daar, dacht ik, vorig jaar of weer een prachtig verhaal over geschreven hoe die historie is van het Kampenlijntje. Voor Kampen is die heel belangrijk om de scholieren naar Zwolle te brengen en s'avonds weer terug. Dat alle Zwollenaren kunnen via Kampenlijn in de Kampen komen en daar komt straks Stadshagen bij. In de grootste wijk van Zwolle die straks naar Kampen kan komen om daar te komen winkelen en te genieten van de prachtige monumenten die we daar hebben. En vooral als Stadshagen straks bij Kampenlijn, dat gaat niet helemaal lukken, maar een andere alternatief voor hebben we dan wel, hebben begrepen. De andere dagen die zijn in juni van dit jaar, 15, 16, 17, 18 juni. Geweldig spektakel wat in Kampen zal worden georganiseerd. Maar nogmaals, de lijn naar Kampen is in die zin belangrijk. Deze lijn die stopt in Kampen, je moet daar er ook uit. En vervolgens ga je of de prachtige binnenstad bezoeken of het mooie buitengebied. En in die zin zou je kunnen zeggen, die Kampenlijn is bijna de navelstreng tussen de moeder en de dochter. En wie dan de dochter of de moeder is, dat moeten we dan maar even uitzoeken in dit geval. Maar ik denk dat het voor de verbinding Kampen netwerk stad, dat er een lijn tussen ligt waarin mensen elkaar kunnen moeten reizen heen en weer. Dat dat ontzettend belangrijk is. De gedeputeerde wijst op nut van vervoer, het openbaar vervoer. Vroeger lag Kampen eigenlijk aan een doorlopende weg, daar Kampen via het water. Maar door de tal van verbindingen die er gekomen zijn, door de Hanselijn die er nu ligt, het Kampenlijntje, op de snelle verbinding N50, die ook steeds verder wordt opgewaardeerd, ligt Kampen nu aan de poort van het oosten, vanuit het westen gezien. En daar zijn we best trots op. En alles wat bijdraagt aan een betere verbinding en een betere ontsluiting, daar zijn we trots en blij mee. Alleen nog een vliegveld zou ik willen zeggen. Nou, dan gaan ze vliegveld Zwolle noemen. Maar wellicht in de toekomst. Dank u wel. Meneer Mulder, ProRail, als uitvoerder eigenlijk hè, van in opdracht van de drie overheden. Het station komt er, Kampen wordt behoorlijk aangepakt. Maar volgens mij gebeurt er nog wat meer. Kunt u daar wat over vertellen? Ja, er gebeurt heel veel. Ik moet wel een beetje lachen met de concurrentie. Zwolle is wel het station nemen waar de dienstregeling begint. Hè? Van sinds dit jaar. Daar moet je erop en beide tevreden houden. En bijzonder, het is een korte lijn, maar inderdaad een van de allerhoogst komende klant tevreden. Alles wat we gaan doen, moet dat beter maken. Want er gaat natuurlijk een nieuw station komen. Maar eigenlijk, wat gaan we niet doen, is eigenlijk beter de vraag. Want eigenlijk, de ballast, de stenen, de rails, de dwarsliggers, alles wordt vervangen. Dus eigenlijk wat je doet is de grote onderhoudsbeurt van dit station, van deze lijn, wordt nu in één keer gedaan. We gaan eigenlijk alles vernieuwen. Dat betekent dat je straks met een nieuwe dienst begint met alles een spikkerspan. Nieuwe treinen, nieuwe sporen. Dus kun je een prachtig product neerzetten. Er komt natuurlijk elektrificatie. Nou, we hebben afgelopen jaar kunnen oefenen een stuk Zwolle Mieren. Nu gaan we hier een stuk bouwen.
Dus je krijgt eigenlijk, je gaat in één keer helemaal naar de moderne tijd, een volledig duurzaam spoorlijn wordt opgeleverd met duurzaam vervoer, maar ook een duurzaam station. Dus er gaat heel veel gebeuren, dus wij vinden het een mooie dag. Station nummer 408 gaat het worden, dus het is wel heel mooi om dat te doen.